weer het bierenbouw. Naast mij in de vensterbank René van Meurs. En hij is een van de meest talentvolle cabaretiers van dit moment. Dankjewel. Je bent in 2012 heb je Cabaretta gewonnen. Ja. Ik ben goed geïnformeerd. En nu trek je door het land heen. Ja, ik ben aan het toeren met mijn tweede programma. Oh, tweede programma. Ja, even met de camera. Kijk nou hier. Ja, maar vooral de ogencontrole. Dat knalt eruit, hè? Ja. Ja. En ook een klein baardje, maar dat gaat eruit binnenkort. Hè. Nou, zijn baarden niet meer hip? Is dat het? Ja, dat is het. Dat hoor ik laatst. Want ik ben dus al heel lang bezig met dit. Ik ben misschien, dit is denk ik echt van 3-4 weken. Oh, dan wil ik het nog wel even zien. Ja, graag. Laten we dit vastleggen voor het nageslacht. Want anders... Wat voor 3-4 weken? Maar waarom doe je het dan? Ja, spijtig, omdat ik dus dacht dat het heel hip zou worden. Oh ja. En ik dacht, als ik het nou lang genoeg volhoud, dan ben ik tegen de tijd dat de hipheid op zijn hoogtepunt is, ben ik erbij. Ja, en nu moet je... En nu hoor ik nu van jou dat het dan... Ja, ik ben goed geïnformeerd. Ja, dus dat weet ik wel. Maar jij bent dus in 2012. En wanneer had je je eerste... eigen programma toen? In september 2013 ben ik begonnen. September 2013? Ja, en toen heb ik 13, 14 en 14, 15 getoerd met show 1. Voor de Storm heette die. En in september 2015 ben ik begonnen met Even Goede Vrienden, tweede programma. Oh, ja. September begonnen en afgelopen februari in première gegaan. Ja, en hoe waren de recensies in het algemeen? Want ik heb één gelezen, maar die nam ik niet serieus. Oh nee, die nam ik ook niet serieus. Zullen we het daar meteen over hebben? Ja, dan hebben we dat gehad. Ik kreeg 1 ster in de Volkskrant. 1 hele. Ja, en ik moest daarvan huilen. Is dat gek dat ik daarvan moest huilen? Oh, je moest echt huilen? Ja, ik moest wel een beetje huilen. Oh, zie je? Maar god, ik kan me dat voorstellen. Ik heb zelf dat ook wel eens meegemaakt. En op welk moment las je die recensie? Ik las die recensie om 5:30 ochtends. Ik werd wakker en toen dacht ik, hoe laat zou het zijn? Toen pakte ik mijn mobiele telefoon erbij. Toen wreef ik een beetje zo slaap uit mijn ogen. Toen zag ik 5:30. Toen dacht ik, dat is te vroeg om wakker te worden. Ik leg hem weer terug. En met het moment dat ik mijn telefoon weglegde, realiseerde ik me dat er zo'n Blendl alert stond. Volkskrant recensie René van Meurs. Toen dacht ik, hey, die moet ik lezen. En toen swipte ik die open en toen stond daar René van Meurs 1 ster. En de eerste zin was, René, hey René, wakker worden. Dus ik dacht... Ik droom deze recensie. Ik droom hem. En toen ging ik verder lezen en toen was het echt. En mijn vriendinnetje lag naast mij. En toen dacht ik, ik ga haar niet nu wakker maken. Ik ga niet om 5:30 huilend. Oh, het is allemaal zo verschrikkelijk. Ach. Ja. Maar de recensenten, die beseffen dat niet. Nou, dat weet ik niet of deze man doorgehad heeft dat dan best wel binnenkwam. Maar... Nee, maar soms willen ze, dat is Patrick van Hanenberg, en die wil soms Ik wilde ook... hem niet noemen, maar dat is oké. Waarom wilde je hem niet noemen? Nou, omdat ik dacht, als ik er dan de hele tijd zo in het openbaar op inga, dan maakt hij dat een beetje zo'n slechte verliezer, dacht ik. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik lees de recensie, ik denk, nou ja, blijkbaar niet zijn smaak, en dan leg ik hem opzij. Ja. En dan ga ik niet op Facebook, niet op Twitter, nooit ergens in het openbaar op reageren. En dan dacht ik, dan laat ik het gewoon zo voor wat het is, en dan sterft het een stille dood. Ja, maar aan de andere kant, want dat is ook mijn ervaring, moet je ook uiten. En zo'n zin, die vergeet je nooit meer. Nee. En je moet ook meteen wel op de barricade gaan staan. Ja. En het niet over je heen laten gaan. Maar je hebt meteen ook een prijs gekregen. Ik heb meteen een hele fijne prijs gekregen. Ja, de Theo Maassen prijs. De Theo Maassen Award voor artiesten die aan het begin van hun carrière ongelofelijke onterechte tegenwind krijgen. Oh, ja, maar later wel uitgroeien tot grote ster. Wat mooi gezegd, hè? Ja. Woorden van Dominee Gremdaat. Ja, nou, maar dat klopt het wel. Maar ik heb Theo Maassen, het is ook naar aanleiding van toen Theo Maassen Cameretto won, toen werd er gezegd dat er eigenlijk geen reden was voor een eerste prijs vanwege de enorme lage kwaliteit. Maar toen hebben ze hem toch maar aan Theo Maassen gegeven. En ik had toen een uitzending bij de VPRO. En toen heb ik Theo Maassen meteen gevraagd in de uitzending te komen om te laten zien hoe slecht hij was. En hoe lang is dat geleden? De 1991 won Theo Cameretto. Moet je nagaan hoe lang ik al bezig ben. En daarna is zijn carrière een enorme vlucht genomen. Dus tegenwind, daar moet je tegen kunnen. Ja, dat is nu. Ik ben een heel buigzaam boompje ben ik nu.
Ik laat het zo over me heen komen en dan veer ik weer terug de goede kant. Ja, en heb je dan spijt van dat je de prijs in ontvangst genomen hebt? Nee. En dat het wel... Nee, zeker niet, want ik kreeg de prijs uitgereikt op het stuiterbal. Zeg maar, ja. het boekenbal voor cabaretiers. Ja, met 200 cabaretiers heeft Brigitte Kaandorp ooit georganiseerd 3 jaar geleden. En nu was het met Paul van Vliet, die werd 80. Ja. En dat was zo mooi. En iedereen was daar. Mijn complete plakboek aan jeugdhelden. Van Joep van het Hek, Freek de Jonge, Herman Vinkers, Brigitte Kaandorp, Karin Bloemen, Paul de Leeuw, Paul Hane. Iedereen was er. Ja. Ik vond dat te gek. Ik zat ineens in mijn eigen plakboek. En ik was uitgenodigd, dus ik dacht, hé, ik hoor dan in dit plakboek. Ja. En dat was heel fijn. En toen kreeg ik de prijs, toen kreeg ik applaus van alle mensen waar ik enorm tegen opkijk. En dat doet dan best wel goed. Ja, wat mooi is dat dan, hè? Dat het ook juist haast een boemerang-effect kan hebben, een slechte recensie. Want zijn de schouwburgdirecteur al bij je langs geweest? Ja, sterker nog, sinds de recensie in de Volkskrant is iedere programmeur waar ik speelde komen kijken. Omdat ze verwachten dat het heel slecht is. Ja. En het is heel goed. Ja. Het is heel goed, alleen niet de smaak van de Volkskrant. Ja. Dus eigenlijk iedere programmeur zegt ook, nou, ik begrijp er niks van en je bent van harte welkom met je derde programma. Ja, dus je mag eigenlijk dan... Ja, mijn speellijst is zich nu alweer aan het vullen dankzij de Volkskrant. Dus die mag je eigenlijk dankbaar zijn. Ja. Ik heb het zelf ook wel, hoor. Als ik bijvoorbeeld een filmrecensie lees die heel erg slecht is, dat ik denk van, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die film. Maar is dat dan niet ramptoerisme? Nee, dat is meer ongeloof. Oh, ja. Dat ik denk van, wie denkt die wel dat die is die filmrecensent of toneelrecensent? Dat je denkt van, nou dan wil ik het wel eens met eigen ogen zien. Nee, dat is geen ramptoerisme. Ramptoerisme is als over de hele linie iets slecht. Nou, en dan nog wil ik het met eigen ogen zien. Dus dat is wel, want hoeveel voorstellingen speel je dan? Ik speel er dit seizoen 65 en de reprise volgend seizoen staat al op 70. Ja. Dus de speellijst voor dit programma zit vol en ze zijn voor show 3 al aan het boeken, dus... Nou, wat leuk. En volle zalen ook. Ook nog eens. Ja, ook nog eens volle zalen. Wat mij echt verbaast, omdat ik ben voor mijn gevoel pas net bezig. Ja. Maar blijkbaar vertellen mensen het dan door, want ik doe weinig dingen op tv. Ik ben eigenlijk bijna nooit in beeld. En het gaat ineens heel hard. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel tof. Want wanneer ben je in beeld geweest dan? Ik heb een tijdje meegedaan met Padoen Pats. Het one-liner-programma van BNN. En dat is 4 zondagavonden achter elkaar uitgezonden. En ik merkte dat de maanden daarna zaten de zalen helemaal vol. En nu heb ik nog steeds wel mensen die dan na afloop zeggen, ik zag je bij Padoen Pats. En toen dacht ik wil het zien. Ja. Maar dan misschien nog wel raar dat ze dan ook zeggen, wat je in het theater doet is toch wel anders. Dat ik dacht, ja, ik ben inderdaad niet op tour met een drummer die na iedere grap... Nee, maar dat is ook het gevaar natuurlijk ook. Hè? Dat de mensen denken van, nou, bij Padoen Pats heb ik hem al gezien. Dus ik hoef niet meer naar het theater. Ja, maar het is dus heel anders. Ja. Het is echt, er zitten verhalen in en er zitten lange bogen. En ook niet eens heel veel one-liner grappen, maar gewoon heel veel op emotie of op... Het is heel gek als mensen denken, oh, die jongen die doet alleen maar korte zinnen, tak, 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 tak. Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Ja. En is het je eerste televisie-interview dan eigenlijk? Ja. Nou, zie je, dan hebben we weer een primeur. Primeurtje. En dat was bij Theo Maas ook, was het eerste gesprek. Dus dat kan nog heel goed met jou... Ik ga nog enorm groeien, dankzij alle liefde die ik krijg vanuit Betty Asphalt. Ja, nou, wat leuk, hè. En je gaat door tot juni of zo? Met, ja, tot eind mei 2016. En heb je ook een website? renevanmeurs.nl. renevanmeurs.nl. Het zit al onder in beeld. renevanmeurs.nl. En het is een bevlogen... Jij bent een bevlogen iemand ook. Ja, ja, het is heel tof om te doen. En je merkt dat als je speelt voor live publiek, dat je heel veel terugkrijgt. En dat vind ik echt te gek. Ja. Ja, want ik heb ook in deze serie gesprekken, heb ik het ook vaak over dat het begin van zelfstandigheid is het doorknippen van de navel. Want dan ben je ineens dat is al een tijd zelfstandig. Geleden. Ja, maar daarom wil ik dat begin graag zien. Mag ik je navel zien? nu? Ja. Oké, ja. Dat mag, dit is hem. Nou, dat is beetje, mooi. Een beetje pluizig nog is die, maar... Ja. Maar dat is een hele... Want de navels zijn vaak heel verschillend. Want de ene is een beetje bruut doorgeknipt. En de ander heel zorgvuldig. Maar dit is heel mooi. Ja, dit is keurig gedaan. Ja, maar dat komt denk ik ook omdat... mijn vader heeft heel lang op scouting gezeten. Ja. En ik denk dat hij daar bij het doorknippen van de navelstreng wel
iets aan gehad heeft. Want volgens mij zit er ook zo'n keurig knoopje in. Ik weet niet, mag je dat zelf leggen eigenlijk? Als ja, ouders? Als vader mag je dat zelf dan, leggen. Dan vermoed ik dat mijn vader deze gedaan heeft. Dat is toch nog een eerbetoon aan je vader. Ja, toch hè? Ook, dat is helemaal mooi. Nou, wat een fijn om enthousiaste mensen in de uitzending te hebben. En allemaal voor ons blad Mens en Gevoelens. Dat ken je nog niet, hè? Nee, heb ik nog nooit gezien. Nee, maar dat zie je dan nu ook. Dat mag je meenemen. En ik hoop dat u de volgende keer ook weer kijkt naar een boeiend gesprek. Waar ik onbevangen inga en ook onbevangen weer uitstap. Mag ik je kussen? Bedankt. Dat mag. Dankjewel voor je gastvrijheid. Fijne. Je voelt dan toch niet dat het nog maar zo kort is. Een klein, klein baardje nog, hè? Kriebelt het? Ja, een beetje. Maar een beetje wel, hè? Kan ik wel hebben ook. Nou, zeg, wat een mooi gesprek. Wat fijn dat ik nog even terug mag komen. En wat een sympathieke cabaretier, die René van Meurs. Goh, wat heerlijk om zo'n gesprek te aanschouwen. En wat goed dat die een krantenrecensie tot zich laat komen. Dat is heel belangrijk. Je leest het en je... En je wordt verdrietig. Ik moet huilen. En daarna ga je sterker door. Ik laat het er niet bij zitten. Ik ga door. Dames en heren, dat is een hele goede mentaliteit. Maar, dus zeg maar, het negatieve niet verdringen, wat hij in eerste instantie dacht. Ik wil er helemaal niks mee te maken, want ik ga het verdringen. Maar verwerken en dan extra strijdbaar daarna worden. Ze krijgen me niet klein en ik ga door. En ik vond het ook fijn, dat heb ik dan gedaan, om hem de Theo Maassenprijs uit te reiken. Dat vond ik fijn, heeft hij ook verdiend. En wat trouwens, nog even voordat ik terugschakel naar u. Wat een ontroerend moment was het toen hij zijn navel liet zien. Het symboliseert inderdaad het begin van de zelfstandigheid. Het begin van het kunstenaarschap. Door de blik op de navel kom je dichtbij de oorsprong van het leven. Nou, daar kunnen we dan ons voordeel mee doen. Tot de volgende keer dan. Nou, dag!